Op zondag 3 november staat het Hooghuis in Eerde in het teken van muziekfestijn Meijerijstad. Tijdens dit muziekevenement kunnen bezoekers genieten van drie muziekgroepen. Trio Dantonet zal de bezoekers vervoeren met Franse en Nederlandse chansons. Liederen van bekende artiesten als Edith Piaf en Charles Aznavour mogen hierbij niet ontbreken. De Royse Dommelklanken, die vaak te zien zijn op verschillende festivals, jaarmarkten en andere culturele evenementen, staan bekend om hun geroemde vertolking van het Nederlandse levenslied en de Smart Lab. De derde groep die tijdens het muziekfestijn te horen is de Rode Tulpen. Het gezelligheidskoor, dat uit ongeveer 60 man bestaat, brengt voornamelijk Nederlandse hits, zowel uit het verleden als het heden. Het koor is dit jaar aangevuld met een saxofonist en drummer om de muziek een extra dimensie te geven. De drie groepen zijn vanaf 2 uur 's middags te horen. Toegang tot de festijn is gratis.